De voorgevel is monumentaal. Die mocht alleen worden gerenoveerd. Goeiedag, welkom bij het Spectrum. Kom verder. We zijn hier op de eerste verdieping gekomen. Je kijkt nu een shot de oude gang in van de school. Je ziet het aan de vloer, de oude granieten vloer die is nog in beeld. Dit waren twee lokalen. Eenmaal binnen herken je de school bijna niet meer terug. De voormalige klassen zijn nu woningen. Maar dat je nek niet. Ja, verder de achtergevel, die is er helemaal uitgegaan. Dat kan je straks met het shot misschien buiten wel goed zien. Alles wat nieuw messenwerk is, dat is allemaal eruit gesloopt. Alle oude gevelkozijnen zijn eruit gegaan. Wat overbleef was een staalconstructie. En je keek gewoon een paar maanden lang keek je hier naar binnen toe. Ook boven op zolder komen twee appartementen. En dit wordt wel een heel leuke, twee hele leuke appartementen worden dit. Die een heel mooi uitzicht hebben naar buiten. We hebben ze vergroot. Dus de halve, als je die kant op kijkt, zie je dat daar de halve kap weg is. En hebben een soort dakopbouw gerealiseerd. Waardoor er eigenlijk heel veel meer kubus gerealiseerd konden worden op zolder. Ja, we hebben ontzettend veel inschrijvingen gehad. We hebben meer dan 170 inschrijvingen gehad. Dus dat tekent wel dat er een grote behoefte is aan starterswoningen. Helaas hebben we er maar hier 20 kunnen realiseren. De voorgevel hebben we alleen gerenoveerd. Dus daar is geschilderd en wat herstelwerkzaamheden daar plaatsgevonden. De achterkant is eigenlijk gewoon volledig gestript. Daar zaten de oude grote ramen van de klaslokalen in. Daar hebben we nu de galerijen gerealiseerd en eigenlijk alle voordeuren van de woningen. En er zitten vier woningen die vanuit het oude hoofdentree een traphuis hebben naar de woning toe. Meer woningen betekent ook meer parkeerplaatsen. Ja, dit doet de gemeente, pakt dit verder op. Maar een groot gedeelte waar nu de sporthal staat, die wordt erbij betrokken. Dat wordt openbaar parkeren. Hier krijgen we een stukje privé parkeren nog voor de bewoners. En aan de voorkant wordt het hele park, de hele Vernicoliusplein, wordt heringericht. Er komen nieuwe parkeerplaatsen bij. En een stuk park dat erin wordt gericht. Dus het wordt echt wel een mooie omgeving. Rond de kerstdagen moet alles klaar zijn.